De politie voert vandaag actie op het Scheffersplein vanwege de huidige CAO. Vorige week deed de politie niet mee aan de landelijke actie. De actie spreidt zich als een olievlek eigenlijk uit. En vorige week in Rotterdam en andere steden. En nu gaan we weer een stap verder, Dordrecht ook. We staan vandaag ook in Gorinchem. En vorige week 1 minuut en nu 2 minuten. Dus de actie wordt steeds verder opgebouwd. Dat is eigenlijk het idee erachter. Deze actie is belangrijk omdat de politieagenten in Nederland al vier jaar op de nullijn staan. Er is geen salaris bijgekomen. Minister Opstelten en nu zijn opvolger Art van der Steur. Die hebben nog steeds geen goed bod gedaan. Het enige wat ze geboden hebben is zeg maar een sigaar uit eigen doos. Zoals de vlag er nu voor staat, zouden we weer op 0% komen. En dat is nu onaanvaardbaar. De acties zullen niet blijven bij het loeien van sirenes. De volgende stap zou kunnen zijn, wat we 3 jaar geleden ook al eens gedaan hebben, een langzaamaan actie op de N3. Wat flyeren bij station, dat soort dingen. Het breidt zich wel uit. Zolang de minister niet met een goed bod komt om verder te onderhandelen voor een goede CAO voor de 65.000 politieagenten, blijven wij acties voeren.